Om te komen tot het heffen van tol bij een selectie bruggen en wegen vraagt om specifiek onderzoek. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken weet dat er een enorme achterstand is in het onderhoud van onze infrastructuur. We hebben weinig middelen en moeten dus uitkijken naar andere alternatieven voor inkomsten om onze infrastructuur wel te onderhouden, zegt de bewindsman. In het kader van duurzaam onderhoud en beheer van wegen en bruggen moet het ministerie mogelijkheden bekijken hoe dat te doen. Nou, wat we hebben beslist, omdat ik zit er hard om na te denken van, kunnen we misschien met tolheffing niet een deel van het onderhoud weer op ons nemen? Vooral wat betreft de zogenaamde highwayroutes. Maar het besluit is nu genomen dat we eerst onderzoek gaan instellen. Een onderzoek laten doen van waar kan het, hoe moet het, hoeveel gaat het kosten, etc. Je moet rekenen dat we in Suriname vooral één weg alleen hebben. We hebben niet 5 toegangswegen. Dus daar begint alvast het probleem, moet je tol gaan heffen, ja of niet? In andere landen, ik was laatst naar Frankrijk, daar moet je overal betalen. Voor elk stuk weg, elk stuk brug, elk stuk viaduct moet je bijna betalen. In andere landen heeft men dat massaal weggehaald. Omdat men vindt, infrastructuur is gewoon is een mos, het moet er zijn, je hoeft er niet voor te betalen. Dus laat het onderzoeksrapport eerst uitwijzen waar het ideaal zou zijn. Het onderzoek moet ook voorkomen dat de burger wordt gedupeerd, meent Noor Mohammed. De Weidemosbrug, daar zou ik, het zou leuk zijn om te zeggen, ja, die moet wel even, maar daarvoor kan je de mensen niet afstraffen. Maar voor de quarantainbrug, daar gaat niet iedereen over, daar is het wel gerechtvaardigd, naar mijn bescheiden mening, om dat te doen. En zo heb je de lateritwegen naar het binnenland, daar gaan we niet de burger laten betalen, maar daar hebben we inderdaad zwaar verkeer, die vooral schade brengt. Daar kan je inderdaad zo'n weg uitgeven en tol heffen. En in ruil daarvoor, het zwaar verkeer, garanderen we een goede weg, die regelmatig onderhouden wordt, plus men kan het betalen. Dus dit moet het onderzoek allemaal uitwijzen van welke wegen, welke bruggen kunnen we wel in zo'n systeem zetten. De meeste mensen vinden ook, dus het zwaar verkeer moet meer betalen dan een kleine auto, omdat zij de wegen in principe afbreken. Precies, dus dat zijn ook categorieën die je kan zeggen van, hey, laten we alleen zwaar verkeer, want onze wegen zijn niet bestemd daarvoor, laten we dat alvast als eerste zeggen. De wegen in Groot-Paramaribo zijn niet echt bedoeld voor het zwaar verkeer. De Wegenautoriteit Suriname heeft in haar wetgeving een optie voor tolheffing, dus zij worden ook bij betrokken in het onderzoek naar het heffen van tol bij bruggen en wegen.